Nou, ik ken Epke vanaf mijn 7e, denk ik. Sommige van ons die kennen Epke vanaf de middelbare school. Qua vrije tijd is het gewoon erg lastig met Epke. Zoals we nu zitten, dat komt eigenlijk nooit voor. We gaan Epke vandaag verrassen namens Gazelle met een kookworkshop. En Epke weet dus niet dat wij hier zijn. Dus dat wordt spannend. We tellen dadelijk af en dan ben je gelijk live in Amsterdam voor al die honderden mensen in de zaal te zien. Vijf, vier, drie. Live uit Dijkhuizen. Hoi. Hallo. Epke. Hoi. Geweldig. Ja, je krijgt... Mooi applaus. Echt prachtig. En je hebt daar die geweldige Van Staal heb je bij je. Ja, klopt. Kun je ja. daar iets over vertellen? Het is een heel opvallende fiets eigenlijk. Hè? Ja, heel... Je valt even weg. Zo beter? We hebben even geluid, viel even wat weg. Ja. Kan je zo iets kunnen vertellen over, het, over de fiets? Het is een best wel flitsende fiets. En de broekse de zadel en de handvaten, weet je. Het zijn wel die... Wacht even. De kleine finishing touches, ja? Zeg maar. Het laatste zei over het zadel, zei je iets. Ja, dat is het zadel is een mooi leren zadel van Brooks. Ik heb er een paar keer op gefietst. Hoe zwaar is die? 12,5 kilo. Ja, dat geluid blijft af en toe nog tegenvallen. Wacht even. Ik heb hier een aantal mensen in de zaal die dolgraag wat vragen aan je willen stellen. Ja, en nu je daar zo bent, wat doe je dan met Flea? Flea, je hoorde waarschijnlijk op de achtergrond, dat is mijn hond. Vanwege de tijd zullen we toch door moeten, dus ik vraag je, wat verwacht je zelf nou van de Olympische Spelen in Rio? Ja, de bretsnijder, dat is de opvallendste. Die heeft nieuwe elementen, ja. Is een uitgewaarde heel snel omhoog aan het schroeven. Oké, volgens mij, als je even achterom kijkt, zijn er mensen die een vraag aan je willen stellen daar. Ik dacht aan Marco, ik dacht je zit wel in de zaal of zo. Het is een dagje vrij voor jou. Serieus? Ja! Ja, man.